Peter, straks om 2:30 Sparta Ajax. Met welke 11 Ajaxiden ga jij beginnen? We beginnen met Sillis op de goal, met Tete. We spelen met Veldman, Riedewald, Dijks. We spelen met Bazour, Koudelje. Davy speelt op de 10-positie. We spelen met El Ghazi. Met Matteo in de spits. En we spelen met Deli Sinkgraven. Je praat niet graag over systemen, maar de manier hoe ik je namen op hoor lezen, dat wijst op een 4-3-3 systeem. Klopt dat? Ja, maar dat zal ook in de wedstrijd wel weer anders terecht kunnen komen. Als we aanvallen en doorschuiven, dan zal het nog wel wat aanvallender zijn. Gerald Riedewald, begint hij dan wel weer achterin in de verdediging in plaats van op het middenveld? Ja, Bazour is weer fit, dus die heb ik weer op het middenveld erbij. En Riedewald heeft het daar goed gedaan. Waarom toch de keuze om hem weer naar achter te halen? Omdat Bazour weer fit is en ik vind dat hij ook uitstekend van achteruit kan spelen. De meest opvallende naam is dan waarschijnlijk Deli Sinkgraven. Heb je nog niet laten spelen in de eerste twee wedstrijden. Van waar de kans voor hem? Nou, het is niet zozeer een kans. Het is meer dat je kijkt wat deze wedstrijd het meeste nodig heeft. En we missen Amin. En we willen wel met vleugels spelen. En Deli heeft het verder prima gedaan. Dus dan verdient hij ook die kans. Het is toch wel een hele andere speler dan Amin Younes natuurlijk. Veel minder buitenom. Meer naar binnen knijpen waarschijnlijk. Nou, ja, Amin vind ik komt juist heel veel naar binnen met zijn rechterbeen als hij aan de linkerkant speelt. En Deli is een linkspoot, dus ik verwacht van hem toch wat meer voorzet ook. Matteo Cachera staat in de spits. Waarom krijgt hij de kans daar nu? Waarom geen Dolberg? Ja, maar het is niet zozeer, je moet niet over kansen praten hoor. We denken dat deze wedstrijd Theo voor ons daar op die positie het beste is. Kasper heeft het uitstekend gedaan. Je merkt alleen wanneer hij twee wedstrijden in de week speelt, is 18 jaar op dit niveau. Ik vond tegen PAOK dat die krachten al wat minder werden. En dan moet je zo'n jongen niet overbelasten met de kans dat hij ook nog geblesseerd raakt. De wedstrijd uit bij PAOK was uiteindelijk niet goed, het spel dan vooral. Wat moet er vandaag beter? Beter voetballen. Ik vond daar dat we vooral in balbezit in een veel te laag tempo speelden. Dus als de tempo omhoog gaat en meer vooruit spelen, dan is dat al een stuk beter. En na 6 jaar wordt er weer Eredivisie voetbal gespeeld op het kasteel. Hoe vind jij het om hier weer te zijn? En hoe dat Sparta hier weer is? Ja, dat is alleen maar goed. Ik vind dat Sparta in de Eredivisie thuis hoort. Een leuk stadion, prachtige club. Mooi. En 3 punten moeten dan toch mee naar Amsterdam, denk ik. Gaan we wel alles aan doen, ja. Dankjewel.